In de winter van 2016 kende de stad Groningen eigenlijk maar één echte muzikale hero. En dat was Pascal Schipper. Ik heb aan je fiets gelinkt. Ik heb aan je fiets gelinkt. Pascal Schipper! Dank u wel. Pascal. Ja. Hoeveel lik je nou aan fietsen? Poeh, wil je dat echt weten? Ja, heel graag. Even tellen hoor. Alleen vandaag? Ah, 5 per dag. En wat is nou het lekkerste deel van een fiets om aan te likken? Dat ligt eraan welke fiets je hebt, want er zijn natuurlijk verschillende soorten fietsen. Je hebt mannenfietsen, vrouwenfietsen, bepaalde merken fietsen. Maar als ik echt moet kiezen, ja? Dan ga ik het liefst voor het zadel. Het zadeltje, ja? Ja. En heb je nog een bepaald vormzadeltje of gewoon alle zadels zijn eigenlijk wel lekker? Alle zadels. Is Groningen nou een echte lekkere fietslikstad? Het is de fietsstad van Nederland, dus er zijn hier te veel fietsen te vinden. Als ik hier elke dag zou lopen, dan hou ik geen tong meer over. Nee, geen tong meer over, nee. Nou Pascal, zou je voor ons nog eventjes een stukje uit je liedje kunnen doen? Zullen we dat doen? Ja, leuk. Met z'n allen ook maar, denk ik, hè? Ja, doen we even. Oké, gewoon erin. Komt-ie. Klap maar mee, mensen. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt en morgen doe ik het weer. Toen ik je op de fiets zag, liep ik achter je aan. Ik zag je even later bij een winkel binnen gaan. Ik kon me niet bedwingen, dus zocht ik je daarop. Ik moest het je vertellen en ik kreeg een rode kop. Je keek me vragend aan en ik zo toen spontaan. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. En morgen doe ik het nog een keertje. Eén keertje nog. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. En morgen doe ik het weer. Pascal Schipper! Dankjewel. Ja, man. Ha. Is Groningen er op voor of achteruit gegaan, dames en heren? We zijn er unaniem op vooruit gegaan.